vleermuis, om gezegd. Inderdaad. Ik zeg, oh, hier zijn we erg, mops. Ze Piet vliegt door een vleermuis in je gezicht. En kijk daar eens aan. Kijk daar eens aan. Daar staan weer twee zombies. Ja, daar zijn drie. Of zo. En nu komen ze naar je af. Ja, je had beter gezwegen, maar ja. Grote mond. Bevecht ze nu maar met je diamond sword. Zijn ze. Yo, allerliefste kijkers. Leuk dat jullie weer terug zijn bij deze gloednieuwe video. Ja, vandaag is het dus weer een Minecraft video. Nu, ik heb enkele weken, maanden geleden terug seizoen 1 meegedaan van UHC Minecraft. Maar Joppe, wat is dat nu juist? Nu, UHC Battle op Minecraft is dat ik samen met een teammate tegen andere YouTubers battle. En dat in Teams aan 2. Ik heb seizoen 2 ook meegedaan. Normaal gezien zouden die dus vandaag dan inderdaad ook uitkomen. Maar ja, ik zou Joppe niet zijn als ik dat weer heb verknoeid. Ik heb het verkeerd opgenomen, niet in een mp4 bestand, dus nu zo laten zien. Dus wat ik ga doen is, ik ga een beetje voice-overen over mijn video. En in die weg kan ik wel mijn video editen en uploaden. En dan heb ik dan nog iets op mijn YouTube kanaal. Dus we gaan alleen eens even een kijkje nemen en gewoon door de video heen gaan kijken samen wat er allemaal is gebeurd. En dan hoop ik dat jullie het alsnog een super toffe video vinden. Let's go! Het laatste team is Chopster Enemy the Second. Yeah. Daar is er ook iemand nieuw. Wow. Je moet Jornola vervangen. Tonus ook van Jobster Movies. Salut. Oké, ik moet wel heel even zeggen, het kan misschien super raar zijn dat deze facecam onderaan het beeld staat en dat mijn opname facecam bovenaan staat. Dat moet inderdaad wel heel, heel verwarrend zijn. Dus mijn excuses daarvoor. Eventjes voortoon. Ik ben Toon, ik ben 21 jaar en ik hou van Minecraft. Yay! Op dat moment zat ik daar zo van, oh Toon, waarom doe je dat één stemmetje weer? Like, god. Maar hey, dat is Toon. Dat is gewoon Toon. Jaarlang ervaring, jongens. Let's go. Ik heb een vraag, is Minecraft beter? Ja, denken jullie dat je gaat winnen? Absoluut. Ja, absoluut, absoluut. Deze keer moet lukken. Wat is het meer? Nee. Alright, dus Sklasher, de maker van deze filmpjes, heeft dus nu heel intro-ronde gedaan. We waren als laatste team voor ons even voor te stellen. Wij waren team Jobster Movies. En hierna worden wij dus beneden gedropt of zoiets, dacht ik, met een soort van trainingen. En daar gaan we dus nu heel even naar jumpen. Alright, ik denk dat we hier zijn. Man, ik kijk super kwaad op het beeld. Geen idee waarom, maar boeien. Nu, we starten binnen 1 seconde. Ik dacht dat we iets met een minecart wel hadden, hoor. Dus even kijken. Op dit moment zijn we dus blijkbaar naar beneden gevallen. En begint het spel een beetje. Veel kijkplezier. Ik ga ondertussen een wafel eten. Hallo, 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 hallo. Hallo there. Daar, wacht heel even, hè. Ja. Oké, ja. Ik moest dus blijkbaar wachten op Toon. Excuses dat ik een wafel aan het eten ben, maar ja, dat is nu eenmaal zo. Alright, hier zijn we dus begonnen. We worden eigenlijk en als laatste team overblijven. Ah, dus eigenlijk een beetje gelijk de walls op Hypixel. Ja, eigenlijk een soort van de walls, ja. Dat klopt. Oké, dus ook beginnen met wood minen en zo. Er is wel een nadeel dat je misschien wel heel, dat je echt wel moet weten. Als je... Volgens mij, sorry dat ik de video weer al stop. Kijken jullie deze video omdat het veel entertainmenter is? Of hoe dat je het uitlegt? Dat ik hier een wafel eet, terwijl dat ik kijk naar mijn eigen video, terwijl dat jullie kijken naar deze video. Ja, het is best wel sad. Maar, let's go. Ah, er is ook heel achtergrondgeluid bij Toon thuis toen. Wat wel een beetje jammer was, maar ja. We gaan gewoon even verder. Damage hebt van een creeper of je valt van een heuvel af. Die haartjes gaan niet meer bij. Ja, dus dat is hardcore eigenlijk. Ja, het enige dat je kunt bijkomen is door golden apples te eten. Alright. Wij gaan nu ondergronds een beetje mijnen. En dat we zowel wat resources hebben. Er is een timer en die muur komt dus dichterbij. En dan wordt er een klein veld gecreëerd waar iedereen nog in zit. En dan moet je... ja, het is gewoon veel spannender en dan is er meer kans dat je elkaar tegenkomt. Wat ik hier aan doe met de werking? Een kip aan het vermoorden, blijkbaar. Hier ben ik een boom aan het hakken. Hier zijn we aan het wandelen door een swamp, een moeras. De dolfijnen hebben niks. Oké. You never know. Dolphins can be your buddy. Oké. Ik heb er één gevonden.
waren blijkbaar bezig over dolfijnen. Vast. Oh, een mijl langs twee kanten, dat is gemakkelijk. Wat? Oh shit, een vleermuis, pas op. Zeg jij hier? Ik heb mij gevonden. Hoe zeg jij? Zeg jij omlaag gegaan? Heb jij damage? Nee. Nee, gewoon naar beneden gegaan. Wat? Oké, ik heb al 6 ijzer. Alright, cool. Hier waren we dus gewoon lekker rustig aan het minen. En hier gaat dus blijkbaar de border starten. Of de PvP ook gewoon eigenlijk. Dus nu wordt shit crazy. Winter. Ja, misschien moeten we. Of we maken een grote kerstboom, YOLO. Wat denk je? Shit. Dat is iets dat ook gaat. Dat is iets wat ik dus altijd op Minecraft heb gehad. Joppe. Ik dus wil gewoon altijd kerstbomen bouwen. Ik weet niet waarom, maar ik hou gewoon van kerstmis. En dan, als iedereen gewoon echt chill aan bouwen is, dan, al is het in de zomer, dan ben ik degene die een random kerstboom bouwt. Vraag me niet waarom, vind het gewoon wel grappig. Alright, maar heel even later weet ik dat we hier bezig zijn. En dan kunnen we daar, okay, dan kan ik daar een muur aan bouwen. Zouden we dan misschien eerst niet even met je tweeën even proberen die cave te exploren en daar zoveel mogelijk iron mee te pakken? Oké. Ja, ik was dus natuurlijk weer bezig over, ja, we moeten dit bouwen en dit maken. Maar zo'n resources kun je dat niet maken, Job. Dus inderdaad, Toon heeft gelijk, we moeten eerst minen. Maar ik wou de mijn niet in, omdat, je ziet meteen dat er een skeletone en een zombie daar staat. Dus dat is wel een beetje zielig. Een beetje vreemd. Een beetje... Het doet zeer. Maar we gaan gewoon terugkijken. Wacht. Pas op. Nee. Ja, dat was een creeper, ja. Maar dat was een creeper. Je toonde dat ook beter is weglopen. Oké. En Toon gaat niet weglopen. Toon gaat er gewoon los op. He is the man. Wat? Nee, ben niet dood. Maar er kwam een creeper als hieruit. En een skeleton. Oh. Ja, ik ben al 4 hartjes kwijt. En Toon is dus 4 hartjes kwijt. Ja, ik zei het nog. Je moet gewoon teruglopen. Nee, fuck it. Ik ga 4 hartjes kwijt geraken. Want de enige manier om hartjes terug te krijgen is dus door een golden apple te eten. En dat is kak. Dus je wilt niet dat je hartjes kwijt gaan. Maar, oh wel. Kom hier. Boy. Kom hier. Ik heb iets voor u. Hier. Oké. Okay. Ah, hij heeft wel een zwaard voor mij. Dat is wel cool. Wat is dat? Een zwaard? Ah, cool. Nou, een zwaard. Ik heb ook nog 3 iron voor u eens gewild, wacht. Ja. Oké, ik heb nu in totaal 16 iron. Oké. Dus je wilt verder exploren. Oh, we moeten misschien een schild maken. Oh, en nu zie ik dus blijkbaar dat Pio Obliberator, mijn teammate Toon, dus al blijkbaar dood is. Maar waar is hij dood gegaan? Hier moet hij ergens dood zijn gegaan. Die is echt in het begin wel gestorven, ja. Eens kijken, hier moet dat ergens geweest zijn, denk ik. Ik ben me daar dood. Nee! Ja, dat is gewoon los hier waar ik op klik. Wacht, we gaan een beetje terug bij 15 hier. Alright, dus we gingen de schilden maken. Daar waren we dus gebleven. Hey, wacht, houd jij mij een donus? Skeleton. Au. Hier, schild. Achter u, schild. Want we moeten eigenlijk echt wel goud hebben. Wacht, hoe moet je dat schild doen? En hoe doen we die dual wielding? Is dat... Oké, ik heb het gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Kom dan. Kut. Oh god. Ah, oei, sorry. Wacht. Nu komt het. Die kant, oh shit. Oh fuck, ik ben me dood. Nee! Wat? En Toon is dood. Super kut. Maar die skeleton had ik nu nog wel doodgemaakt, denk ik. Nee! Oh my fucking god, Tom! Ik dacht dat ik even willen! Nee! Ah! Fucking hell! Zijn jij nu ook dood, of? Nee, je kunt mij... ik stel voor, blijf maar gewoon in de... Nou, normaal moet je uit de kale gaan, maar dat is niet zo leuk. Super kak dit! Nu ben ik dus weer helemaal alleen, als teamlid! Gadverdamme. Boeh, shizzle. Dus ja, op dit moment moest ik dus gewoon... hier. Op dit moment moest ik dus gewoon alles terug helemaal alleen doen met mijn Minecraft Diamond Sword. Ik ga het nog naar u. Zult het er even bij nemen. Als steun.
Even later ging ik dus gewoon... gewoon heel veel mijnen. Heel veel mijnen. Hier was een soort van... een supergrote ravijncave. En ik had wel heel veel dingen gevonden. En ik moest dus goud vinden voor golden apples te maken. Maar hier en daar waren weer wat skeletten en zombies die mij geen toegang wilden geven tot dat goud. Superkut. Ja. Oké, let's go. Hier bijvoorbeeld. Ja, dat is zoveel beter. Ja, je moest eens weten waar ik aan het doen ben, Toon. Ik zit hier over lava te gaan. Jobster en oh nee, wat doe ik? Oh crap, gat mannen, you net op een spannend moment. Het zwaard weg. Oké, dus op dit moment, we zijn er terug geraakt. Daar is het goud. En helemaal linksboven, of zo midden boven het scherm, zien we dus een skeleton staan. Maar Joppe had die niet zien staan. Crap. Dus ja, veel. Kijk, plezier. Nee! Oh ja, dat was een skelly. Net zei ik het nog. Je moest oppassen voor skeletons. Oh boy. Ik weet het al. Ik moet oppassen voor skeletons. Maar jij ook, want jij bent doorgegaan door ook een smerige skeleton. Dus je moet niet veel zeggen. Nee. Wijze raad van tante Toon. Onthoud het. Ja, man. Nee, net niet. Ik heb fucking 4 haartjes. Er is weer zo'n piemelskeleton. Een piemelskeleton, Joppe? Seriously? Een piemelskeleton? Ja, vervelend. Zeer vervelend, inderdaad. We gaan een beetje verder kijken. Ik heb blijven proberen voor dat goud te pakken. Ik heb uiteindelijk ook echt het goud kunnen pakken. Zoals je ziet, hier heb ik 6 goudjes in mijn inventory zitten. Super cool. Yo, blub. Godver. Wat er dus op dit moment gebeurde, was dat mijn vriendin binnenkwam. Door die deur. Die smerig deur hier. En die liet mij... hennig verschieten. Ja, ik zal nog een stukje terug doen. I will challenge you. Yo, blub. Godverdikke. Halleluja. Hallo, Celine. Hallo, zegt Toon. Hey. Toon is al dood, by the way. God damn it. Al dat verschieten. Nee, is wel lachen. We doen dat vaak ook bij elkaar laten verschieten. Misschien moet ik dat nog wel eens een keertje doen. Het is al wel weer een tijdje geleden. Misschien straks. Straks gaan we dat doen. En op dit moment zie ik dat de border heel dichtbij komt. En dat ik hier zo snel mogelijk uit de cave moet gaan. Maar ik zit super diep. Dus nu komt er wel best een stressmomentje. Als jij probeert te joinen, of wat? Ja. En hoe zeg je dat? Nee. Door een creeper of zo. Hey, dat was zo'n mop. Well. Shit, ik ben naar boven. Fucked. Dan gaat dat niet, of? Nee, voor een reden gaat dat niet, als je dood... Toon zit nog met een of andere, noem dat, moderator, spectator, iets van de map te praten die bij ons onze calls gekomen. Omdat ik had tegen Toon gezegd van, hey, blijf nog leven in onze chatgesprek, het is best wel gezellig. Maar normaal gezien, als je dood bent, ja, dan moet je uit de chat geraken, of de chat gaan. Dus sorry dat ik de regels aan mijn laars heb gelapt, maar hij gaat zo meteen wel uit de... Het de voice call. Let's go with the video. Woo! Door een mop, dan kun jij niet meer terugjoinen. Oh god. Nee, dat is geen probleem. Dus de border. Ja, maar dan werkt dat. Fuck. Okay. Dus ik ben nu nog super uit gewoon aan het stressen en naar boven aan het noordpolen. Voor boven de grond te geraken voor niet dat een muur mij niet raakt. Want als een muur mij raakt, dan ga ik gewoon dood en geplet worden in een blokje. Dat willen we natuurlijk niet. Let's go. Ik ben gone. Right. De muur komt eraan, dus ik zit speedfucking gek knalt hier tussen de steen en de muur. Inderdaad. Help! En ik zit scheiden diep. Ik ben aan het graven en ik ben boven geraakt. Kunt jij een berichtje sturen of zo als het gedaan is? Of... Ja, Toon, ik kan een berichtje sturen als het gedaan is. Dat hebben we ook gedaan. Toon, nogmaals bedankt voor mee te doen. Ik vond het super, super tof dat je hebt meegedaan. Als je ooit nog eens wilt meedoen, stuur me een berichtje. Of Jorni. Jorni is mijn eerste teammate. Jorni, hey, stuur iets. Yo, je weet zelf. Dus ik ben hier uitgeraakt. Ik ben gewoon aan het zwemmen geweest, aan het wandelen. Veel heb ik niet gedaan. Wat ik op dit moment wou doen, is gewoon gezegd van...
fuck it, ik heb 3,5 haartjes. Ik ga iemand gewoon zoeken. Ik ga gewoon die gewoon... Ik pak mijn zwaarden boven. Tsing, tsing. En ik wil die gewoon... Ta, ta, ta. Gewoon neerhameren. Ik dacht, ja, ik ben toch helemaal alleen als mijn team. En dan heb je weer een beetje meer leuke content. Maar ja, wat er dus gebeurt, gaan we dus nu zien. Voor wat cold. Hallo iedereen. Niet veel dus. Gewoon een koe. En ik ga weer ergens binnen vooruit te mijnen. Dus hier ben ik wat iron aan het mijnen. Hier is weer een zombie. Gaat dat goed? Zo, het gaat goed. How to basic, als je die kent. How to basic ken ik, ja. Nu zit ik in een soort van cave met zo rails en waar kisten staan met houten dingen en al. Het was een super groot olaf. En dit was best wel spannend. Dus we gaan nog even verder kijken. Wat hebben we hier gedaan? We hebben rondgelopen, we hebben kisten open gedaan. Heel veel rails gevonden, waar we dat niet zo nuttig was. Op een duur heb ik wel... Hier heb ik ergens een appel gevonden in een kist, dacht ik. Oh nee, diamonds. Oké, ja, cool. Ja, een diamond sword. Ik had het dus echt... Ik had het gezegd, mijn geluksdag. Diamond sword, boys. Diamond sword. Geef een like als je ook een diamond sword hebt of wilt. Damn, het gaat... Mijn vriendin op de achtergrond heel stilletjes. Yay! Fantastisch. Ze is toch zo supportive. Alright, de appel heb ik dus al gegeten. Oh ja, hier ben ik half dood aan het gaan. Ergens, blijkbaar. Maar waar ga ik dood? Ik had verwacht dat dat zou gaan. Waar ga je dood, Joppe? Laat het ons zien. Maar hier zijn ook heel weinig mobs. Maar ja, ik moet oppassen wat ik zeg, want ze springt er weer een vleermuis in mijn gezicht. Inderdaad. Ik zeg, oh, hier zijn we erg, mops. Ze Piet vliegt er een vleermuis in je gezicht. En kijk daar eens aan. Kijk daar eens aan. Daar staan weer twee zombies. Ja, daar zijn drie, of zo. En nu komen ze naar je af. Ja, ik ga het beter gezwegen, maar ja. Grote mond. Bevecht ze nu maar met je diamond sword. Zijn ze. Of je zet ze gewoon vast, ja, dat kan ook. Liever. Hier ben ik dus al half aan het doodgaan. Ah. Hier ben ik aan het vechten tegen een soort van spin. Dus ik heb nog twee hertjes. Ik ben aan het doodgaan. Eén hertje. Oh, laat het niet zijn. Oh, een half hertje. Oh. En ik heb het gesaved, boys en girls. Ik heb het gesaved. Maar hoe gaat het nu weer verder? Oh. Een half hertje. Nee. Yep. Een gifspin. Een gifspin. Nu is later. We gaan weer een beetje doorspoelen. Totdat ik dood ben. Want dat willen we weten, natuurlijk. Hier is een silverfish. En silverfishes vindt Joppe ook niet leuk. En silverfishes vinden... Ja, silverfishes vinden mij niet leuk. Ik vind silverfishes ook niet leuk. We gaan gewoon kijken wat er allemaal gebeurt. Godsamme. Godklooien. Ah. Oeh. 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 Oh boy. Oeh. Oeh. Silverfish. Ja, ik moest gewoon heel even bekomen. Ik ben gewoon heel rustig. Oh, een momentje. Met mijn pickaxe, want pickaxe heb ik ook, liggen mijnen. En er kan plots gewoon een silverfish uit. Ja, is gewoon... Kijk, gewoon zo. Gewoon ook omdat ik gewoon maar één hertje of zo had. Ja, echt. Dat was echt... Echt, echt rip. Let's go. Oh. Ja. Super grappig dit allemaal, natuurlijk. Oh, inderdaad, het is zeer grappig. Oké, waar gaan we dood, Joppe? Waar gaan we dood? Let me see where you die. Oké, dus hier zijn we op het moment aangebroken dat ik sterf. Dus dit gaan we bekijken en dan gaan we daarna de video afsluiten. Let's go. Oké, dus hier kan ik misschien nog wel even doorlopen. Ik hoor zombies. Creeper! Fuck, 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 fuck. Sorry voor de zoveel fucks. Ik ben... Ah! Nee! Ah, ja, nee, niks. Ah! Damn, shit is going down, bro. Ik wou echt nog net zeggen, ik zit er echt op het puntje van dood te gaan. Ik ga echt naar boven gaan, ik ga gewoon iemand aan... Ja. Zet. Oeh.
Very sad, inderdaad. Dit was dus de video's. Het was seizoen 2, dus iets anders gebeurd als seizoen 1. Maar ja, ik hoop dat jullie deze video nog super leuk vonden. Als dat zo is, vergeet zeker een duimpje omhoog te geven. Dat is zeer supportive. Laat hieronder iets weten als je een comment wil achterlaten. Abonneer zeker op mijn YouTube-kanaal en druk op dat 1 belletje voor mij te blijven volgen. En dan zie ik jullie gewoon weer de volgende video terug. Tot ziens, bye bye.